Oh, mijn naam is Thierry en welkom bij de Flemish Woodworker. Vinden deze soort filmpjes leuk? Abonneert u dan snel. In deze video ga ik jullie een alternatief laten zien om een buitenhoek af te smeren. Ik beken alle gevallen, als je dat gaat vragen en doe het zelf zo, van ik wil een buitenhoek afsmeren, dan gaan ze u een papieren band aanraden waar terwijl een PVC-stripje in zit of terwijl een ijzerstripje. Nu, ik vind dat een gedoe. Waarom? Heel simpel. Je moet dat eerst insmeren, dan moet dat erover plooien. En dan kunnen er luchtbellen onder komen. Of je moet zo'n corner bead pakken dat er speciaal voor gemaakt is. Dat maakt je van achter net en dat kleeft erin. Maar dat kost onnoemelijk veel geld. Nu, ik heb daar opzoekwerk gedaan en ik heb een volwaardige oplossing. En dat is dit. Dat is zo de mesh. En de afstand van dit tot dit zou maximum 3 mm mogen zijn. Dat is een volwaardig alternatief. Straffer nog, dat tient er eigenlijk voor. Maar niemand in een doe-het-zelf-zaak heb ik dat ooit weten aanraden. Het is gewoon altijd naar die band of naar die papieren hoeken. Dus bij deze dat ik dit eigenlijk wil zien. Dat is heel gemakkelijk. Het enige wat je eigenlijk extra voor nodig hebt, dat is dan dit. En een nietjesmachine. En meer houdt dat niet in. Je zet dat eigenlijk gewoon op zijn plaats. Natuurlijk, je moet wel zien dat dat waterpas staat. Hè? Je zet dat gewoon op zijn plaats. En we gaan dat vastnieten. Meer is dat niet. Als we dat mooi naar ene kant hebben gedaan. Dan pakken we de andere kant. En we nieten dat gewoon vast. Dat mag royaal. Dat maakt niet uit. Want die nietjes, die smeerden eigenlijk toch terug weg. Voilà. Mijn profieltje hangt al. Als ik dit had moeten doen met de papieren band, dan zit ik hier ongelooflijk lang mee te sukkelen. Allee, ik het toch. Tenzij dat je een vakman bent, dan is dat misschien anders. Dus dat is heel simpel, hè? Gewoon de mesh erop zetten door middel van een waterpas en met nietjesmachine goed takken. Staat hij vast, dan kunnen we met een ProMix of iets anders, een klaargemaakt product of een zelf klaar te maken product, onze eerste laag gaan aanbrengen. En dat is het eigenlijk. Ik zal dat even laten zien. Ik heb hier nog wat overschot, dus dat is heel gemakkelijk. En ja, het enige wat je dan eigenlijk moet doen, je hebt hier geen gesmos meer bij, gelijk als bij de dander. Allee, je trekt dat gewoon, hop, je zet dat klaar, je eerste laag, en zet toe. Deze even terug eraf pakken. Dan kan ik er hier al wat breer smeren. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Ook met die plastic band of met die papieren band. Als je dat aansmeert, is de bedoeling dat je dat goed ver open smeert. Dat je dat goed breed maakt.
Maar elke laag dat je zo doet, kunde gemakkelijk dat profielje proper maken indien gewenst. Dat is niet nodig, je kunt dat achteraf ook een beetje afschuren. Maar je ziet, deze is nu gewoon even rap de eerste laag aangesmeerd. Als je daar een beetje uw tijd voor pakt, kun je dat zeer mooi afsmeren. Je voegt dat eigenlijk, ja, als het ware, mooi breed uit. Just hetzelfde gelijk dat je met je papieren band gaat doen. Je hebt alleen dat je smos niet, dat je eerst moet opsmeren, je band daarin kleven en dan dat schoon glad afstrijken. Je hebt ook geen kans op luchtbellen. De nietjes, ik gebruik daar inox nietjes voor, dus die gaan ook absoluut niet roesten. Die profieltjes die zijn ervoor gemaakt, dus die roesten ook niet. Ja. Dit is de ideale oplossing voor buitenhoeken. Voor een binnenhoek natuurlijk, excuseer. Ga je nog altijd dat papier moeten gebruiken. Maar ja, een binnenhoek is dan ook weer iets gemakkelijker als een buitenhoek, vind ik persoonlijk. Vind je deze soort filmpjes leuk? Abonneer je dan op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.